Goedemorgen iedereen. Welkom. Ik ben Celine en ik werk voor Luisterpunt. Maar ik ga jullie kort iets vertellen over Boekenzoeker. Boekenzoeker is een zoekmachine van Iedereen Leest. Jullie wel gekend. Een organisatie die werkt rond lezen en leesbevordering. En Boekenzoeker is dus aanvankelijk voor de twijfelende lezer, maar eigenlijk voor kinderen van 0 tot 18 jaar om een geschikt boek te vinden. Er staan meer dan 6000 boeken op Boekenzoeker en alles wordt samengesteld door een redactie van onder andere bibliotheekmedewerkers, leerkrachten, recensenten, boekhandelaars of ook mensen, bookstagrammers bijvoorbeeld. En wekelijks worden ook nieuwe boeken op Boekenzoeker geplaatst. En ik ga jullie nu even tonen hoe het in elkaar zit. Dus Boekenzoeker is een website, dus boekenzoeker.be. En je kan dus echt heel gericht gaan zoeken. Dus ik ga eens een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld leeftijd. Stel als ik een boek wil zoeken voor kinderen van 8 en 9 jaar. Dan kan ik hier aanduiden. Bij soort heb je ook heel veel verschillende soorten boeken uiteraard. Bijvoorbeeld liedjes, informatieve boeken, prentenboeken enzovoort. Ik ga nu een leesboek aanduiden. En dan thema. Dus je hebt verschillende thema's. Stellen ook, is ook wel interessant, als een kind zelf een boek mag kiezen voor een boekbespreking, kunnen ze ook echt gericht gaan zoeken over welk thema ze iets willen lezen. Ik ga nu dieren en familie aanduiden. En dan gaan jullie zien dat ik 14 boeken heb gevonden. Maar verder kan je ook nog gaan kijken op dikte. En extra, dat zijn bijvoorbeeld als je een boek wilt vinden oorspronkelijk Nederlandstalig of boeken die een prijs hebben gewonnen. Maar ik ga nu voorlopig even hier kijken. Dus dit zijn de boeken die ik gevonden heb. Stel ik wil Pinguïnpost van Carla Stoefs. Dan ga je zien dat dus uiteraard de achterflap van het boek daarbij staat. Dus een korte beschrijving. Maar ook een stukje uit het boek. Dus de redactie van Boekenzoeker gaat ook heel gericht een fragment kiezen. Om het kind wat te teasen. En dit boek heb je ook als Daisy luisterboek bij ons in de collectie. En dan kan je ook meteen een luisterfragmentje gaan beluisteren. Rob zit bij de pinguïns op de grote rots. Ze eten nog een laatste restje pizza. Tuur heeft speciaal anchovies pizza besteld. Zo kan Winky mee eten. Dus een fragmentje en stel, ik wil dat boek als Daisy luisterboek op mijn online boekenplank en ik ben lid bij Luisterpunt, dan kan ik ook hier doorklikken naar Luisterpunt en dan kan je meteen het boek toevoegen. Verder kan het kind ook nog sterren geven en ook een boek gaan toevoegen op een leeslijst. Dus dat is ook wel handig. Dus het is echt op maat van het kind. Maar het gaat dus echt van 0 jaar tot 18 jaar. Dus ook young adults, boeken voor adolescenten, zitten daar ook in. Nu, er zijn heel wat kinderen met dyslexie die lezen en luisteren tegelijkertijd. En stel dat ze nu het Daisy luisterboek op een boekenplank hebben gezet en ze willen ook nog het gedrukte boek, dan kunnen ze meteen ook in de postcode van een gemeente, dus van de bibliotheek, gaan kijken of het boek in hun bibliotheek aanwezig is. Nu, Pinguïnpost is ook een boek van de leesjury. En alle boeken van de leesjury, vanaf groep 2 tot en met groep 7, bestaan als Daisy luisterboek en in grote letterdruk. Dus je gaat al de boeken van de leesjury hier in Boekenzoeker terugvinden met een fragmentje. Maar ook de andere boeken die in de collectie van Luisterpunt zitten, daarvan ga je ook telkens een luisterfragment vinden. En dan heb je verder ook nog inspiratielijstjes. Als ik hierop klik, dan ga je zien dat je op specifieke thema's ook kan gaan filteren.
Bijvoorbeeld bijzondere boeken, heb je ook mythen en legenden, sprookjes, de wereld rond, of bijvoorbeeld boeken voor Harry Potter fans. Dus dat is echt wel een handige manier om een boek te vinden dat bij je past. En dan heb je ook, dus Boekenzoeker post ook rond bepaalde thema's boeken. 16 oktober was het Wereldvoedseldag. En dan hebben ze ook een lijst gemaakt met allerlei boeken over eten. En dat ziet er zo uit. Bestel nu bijvoorbeeld varkensribben. Dat is een boek voor 16 tot 18 plus. Ik ga hier een fragmentje terugvinden en ook een luisterfragment. Dus dit is in een notendop wat Boekenzoeker is, een handige zoekmachine. Bedankt voor jullie aandacht.